Beste GroenLinksers, op deze ijskoude, gure middag kijk ik uit naar 21 maart. De dag dat de lente aanbreekt. De dag dat we maar liefst 2 keer mogen stemmen. 1 keer op een keigoede kandidaat om de gemeenteraden groener en roder te kleuren. En 1 keer in wat misschien wel het laatste nationale referendum in een lange tijd zal worden. Het referendum over de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Welke macht, welke bevoegdheden willen wij aan onze geheime diensten geven? En waar trekken we de grens? En dat zijn de vragen die alle stemmers in Nederland op 21 maart moeten beantwoorden. Maar voor GroenLinks is het duidelijk. Ja, er moet een nieuwe wet komen om de bevoegdheden van de geheime diensten aan te passen aan het internettijdperk. Maar nee, deze wet is niet het juiste antwoord. Met deze wet houden we onze samenleving niet veilig en met deze wet houden we onze samenleving niet vrij. En daarom voert GroenLinks vol overtuiging campagne tegen de sleepwet. En laat ik mijn 4 belangrijkste redenen noemen. En de eerste is de bron, dus eigenlijk de kern van alle problemen. En dat is de sleepnetbevoegdheid. Ja, dat is een prachtig nieuw Scrabble-woord, als het daarbij bleef. Het sleepnet, ja, dat is het massaal en ongericht verzamelen, slepen van gegevens. Om pas later te kijken wat je ermee gaat doen. Denk aan het slepen van al het internetverkeer van een wijk. En zo'n sleepnet raakt ons dus allemaal, ook onschuldige burgers. Met wie we appen, met wie we bellen, welke sites we bezoeken. Het kan allemaal als bijvangst bij de diensten terechtkomen, worden binnengehaald en langdurig opgeslagen. Maar wat is daar nou erg aan, hoor ik de voorstanders al zeggen. En wat heb je te verbergen? Nou, dat zal ik zeggen. De kern van wie ik ben. Een individu in een vrije samenleving. Want als je weet dat de overheid je altijd kan volgen, als je merkt dat wordt meegelezen, dan heeft dat een effect op je gedrag. Bewust of onbewust zullen velen rekening houden met wat ze schrijven, welke artikelen ze lezen en welke reisschema's ze plannen. Massale surveillance van ons allemaal, dat gaat ten koste van de creatieve samenleving. Dat gaat ten koste van onze innovatieve economie. En dan verliezen we een stuk van onze vrijheid. De essentie van een sleepnet is dat het alles binnenharkt, binnensleept. En daar zitten dus vanzelfsprekend ook gegevens bij die in Nederland eigenlijk beschermd zijn. En dat is mijn tweede probleem met deze wet. Het ondermijnt bijvoorbeeld de bronbescherming van journalisten. En die is belangrijk om misstanden aan het licht te krijgen. En het is niet voor niets dat ook de NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, buitengewoon kritisch is. Laat ik een voorbeeld geven. Als de geheime diensten een sleepnet leggen om de Amsterdamse wijk Wittenburg, dan raakt dat ook de redacties van het Parool, de Volkskrant en Trouw. En als je in deze hooiberg aan data dan gaat zoeken naar de contacten van mensen met Rusland, ja, dan hoor je niet alleen het hoongelach over Poetins dacha, maar dan zie je misschien ook de bron van de journalistieke scoop. En dat brengt me bij probleem 3. De samenwerking met buitenlandse geheime diensten. De berg gegevens die van Nederlandse burgers wordt verzameld, die mag ongelezen worden doorgegeven aan buitenlandse diensten, als in een soort zwarte doos. En ja, daar kunnen dus ook journalistieke bronnen tussen zitten. Of uitspraken van mensen die kritisch zijn op Erdogan. Of bedrijfsgeheimen die voor de Amerikaanse concurrent interessant zijn. Of medische informatie die verzekeringsmaatschappijen dolgraag willen zien. Het doorsluizen van ongelezen data, daar moeten we een streep door halen. Maar, beste GroenLinksers, ik heb ook goed nieuws. Want de minister heeft gezegd dat het massaal en ongericht afluisteren niet de bedoeling is. Het kan wel, maar ze zullen het niet doen of anders niet vaak. En er komt zelf een heuse evaluatie om te checken dat de diensten hun bevoegdheden niet volledig zullen gaan gebruiken of anders niet te vaag. Maar is dat niet volstrekt bizar? Dat de grenzen aan de macht van de geheime diensten op beloftes hangen? Dat die in een regeerakkoord staan die garanties
die moeten in de wet zelf. Want vooruit, ik wil minister Ollongren best op haar blauwe ogen geloven. Maar wie zit er na haar aan de knoppen? Als de bevoegdheden voor de diensten in de wet zijn vastgelegd, dan moeten de grenzen daaraan in diezelfde wet zijn geregeld. En die grenzen, die zullen de wet juist sterker maken, niet zwakker. Want opsporing moet juist gericht gebeuren. En zoals oud-NSA-directeur Bill Biney zegt, bulk data kills people. Een sleepnet levert te veel gegevens op. Als we de hooiberg kleiner maken, vinden we eerder de speld. En dan zetten we in op vrijheid en op veiligheid. En beste mensen, en daarom is GroenLinks tegen de sleepwet. We willen af van de sleepnet. We willen dat journalisten hun bronnen kunnen beschermen. We willen weten wat we aan buitenlandse diensten geven. En we willen dat de garanties in de wet zijn vastgelegd. Deze wet moet worden herschreven. Dat vind ik en ik heb het van velen van jullie gehoord. En daar gaan we samen zoveel mogelijk andere mensen van overtuigen. Op 21 maart laten we van ons horen tegen de sleepwet en voor vrije mensen. Dank jullie wel.